Majesteit, veteranen, dames en heren. Graag geef ik het woord aan de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, de heer Boelestal. Dank u wel. Majesteit, ridders, militaire wildorde, veteranen, excellenties, jongens en meisjes, dames en heren. Van harte welkom bij de start van de 11e Nederlandse Veteranendag. De nationale dag waarmee we eens per jaar al onze veteranen bedanken voor hun inzet. Dames en heren, als je op je 97ste nog steeds tot in je tenen gemotiveerd bent om kinderen het besef mee te geven dat vrijheid een rijk en tegelijkertijd nooit een vanzelfsprekend bezit is, dan ben je absoluut een bijzonder mens. Meneer Van Straten, voor mij en voor ons bent u wel degelijk een held. En we zijn trots en blij dat u vandaag bij ons bent. Een van de klassen die u bezocht was de klas van Jill van Os uit Venray. Zij is de tweede bijzondere persoon die ik aan u wil voorstellen. Jill is 11 jaar en het verhaal van Henk van Straten inspireerde haar om een tekening te maken waarmee zij de hoofdprijs won in de eerste Veteranendag tekenwedstrijd. Jill, van harte gefeliciteerd en fijn dat je vandaag bij ons bent samen met je hele klas. Deze kleine jongen wilde redder worden. Een held die opkomt voor mensen. Die strijdt voor het goede en vecht voor de vrijheid. Want zonder vrijheid, zo leerde het jongetje, kun je niet zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. En ridder werd hij, strijdend als marinier tegen de vijand aan verre fronten. Met in zijn vaandel de waarden die het leven hem had meegegeven. Rechtvaardigheid, respect, integriteit. Dit is het verhaal van Bastiaan Everink, van marinier tot operazanger. Veteranen hebben zich ingezet voor anderen voor wie vrijheid niet vanzelfsprekend is. Vaak onder moeilijke omstandigheden en in gevaarlijke situaties. Ver van hun dierbaren, loyaal aan de Nederlandse regering en trouw aan hun kameraden. 115.000 veteranen, mannen en vrouwen, jong en oud, van Indië tot Irak en van Libanon tot Mali. Ze keerden terug met verhalen. Stoer, waardevol en indringend. Ze kwamen thuis met ogen die hebben gezien. Op zijn 18e werd Bastiaan Everink ridder. Een krijger van zijn tijd. Zijn haren gemillimeterd, camouflagepak, tijgerend in de modder, kilometers rennend in de bossen met boomstammen op zijn schouder. Een militair die over zijn grenzen gaat en pijn leidt. Hij koos ervoor en genoot ervan. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters. I never opened my
myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Soldaten maken zich ondergeschikt aan het bevel dat ze krijgen. Ze brengen offers, groot en respectabel, vindt Bastiaan Everink. Toch kwamen na Irak de twijfels. Weer thuis keek hij zichzelf diep in de ogen. Het creatieve in hem was aan het afsterven. Dromen over de toekomst deed hij nauwelijks meer. Hij had gevochten voor vrede, voor de veiligheid van anderen. Maar hij voelde zichzelf niet vrij. Zijn harnas, zijn kogelwerende vest, begon te knellen. Hij snakte naar ruimte voor zichzelf, voor zijn eigen moraal. Op het kruispunt in zijn leven luisterde hij naar operamuziek. Hij werd diep geraakt. Al bij de eerste tonen braken zijn emoties open en stroomden er tranen. In de klanken voelde hij lijden en verdriet. Marcel Wolters was zijn buddy. Ze droegen een corresponderend nummer in hun geweren. Dat bezegelde meer dan alleen kameraadschap. Ze waren bereid voor elkaar te sterven. Vrijheid is zweven aan een parachute. De ontlading na alle opgebouwde spanning. Vrijheid is over je grenzen heen gaan. Zo voelde ook zijn eerste zangles. De auditie op het conservatorium. Zijn verkenning van de opera. Rijker kon hij niet zijn. 9 jaar na het afscheid van zijn maten werd zijn droom waarheid. Hij stond in het theater en zong Nabucco, de opera van Verdi. Het verhaal van de koning van het Babylonische Rijk, het Irak van nu, waar ook zijn eigen voetstappen lagen. Het koor zong over de bevrijding van slaven, met woorden die de zijne hadden kunnen zijn. Het uur van de vrijheid breekt aan voor je ziel en je lichaam. En in je hart zal de zon eeuwig schijnen. Ze heeft maar weinig woorden nodig, stijgt uit boven vriendschap en is misschien nog intenser dan een familieband. De verbondenheid met je buddy, de kameraadschap met de groep, het samen ervaren en overwinnen. Ze ontstaat in extreme situaties, op oefening of uitzending. De intense, bijna bovennatuurlijke beleving. Ieder let op elkaar. Altijd is er rugdekking. Niemand blijft achter. Je hoeft niet te vrezen, want je bent nooit alleen. Je staat als één blok en samen kun je de hele wereld aan. Als ik de honger leer verbijten van jouw veel te verre mond.
als ik de dagen stil zal slijten, die door zwijgen zijn verstomd. Durf jij me dan te zeggen dat je komt? Durf jij? Voor Bastiaan Everink het toneel opgaat, kijkt hij eerst in de spiegel in zijn kleedkamer en herhaalt de woorden die zijn commandant ooit tegen hem zei. Elke gezonde Hollandse jongen kan makkelijk 10 minuten zwaar afzien. De soldaat in Bastiaan is nooit ver weg. Hij vecht, hij geeft niet op, ook niet in de operawereld, met zijn valkuilen. Een wereld zo anders dan voorheen. Voor zijn vrienden wil hij vandaag zingen. De veteranen. De strijders voor de vrede. Het is hun dag. En in het licht van die vrijheid klinkt het lied uit Carmen. Als ode aan de overwinnaar. Toriel. Votre dost, je peux voler. Andre, signor, signor, car avec les soldats, oui, les toreros devaient s'entendre. Pour plaisir, ils allaient combattre. Le cirque est plein, un jour de fête. Le cirque est plein, nuit au tombeau. Les spectateurs perdent la tête. Spectateur, ça t'appelle la gravette. Apostrophe, crisez ta page, posez jusque à la pudeur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des chants de cœur. Allons, on garde, allons, allons. L'amour, l'amour t'attend.